Hallo Serpentjes, ik ben Rick van de SGP, niet de politieke partij, maar van Serpent Gameplay. Wauw. En vandaag een nieuwe gameplay van een game die gisteren uitgekomen is. Welkom bij Let's Play Stemwijzer. Stemwijzer is een hele handige game die jou helpt met welke politieke partij het beste bij jou past. Dat doen ze aan de hand van 30 stellingen die je kan beantwoorden met eens, oneens of fucking boeien. En de antwoorden op die stellingen worden gekoppeld aan hoe alle politieke partijen over die stellingen denken. En dan zeggen ze, hey, jij denkt heel erg zo, deze partij ook. Ga kinderen maken samen. Voorbeeldje, een stelling zoals: alle Nederlanders moeten één keer per maand van de overheid, betaald van belastinggeld, 10 gram cocaïne krijgen. En dan kan jij zeggen, dat vind ik fucking goed idee. Dan stem je daarop en dan kom je waarschijnlijk terecht bij de partij voor iedereen cocaïne. Waarom die er niet bestaat? Waarschijnlijk is er niet genoeg vraag voor. Anders was hij er wel. Maar dat is ongeveer hoe de stemwijzer werkt. Het bevat dus, mijn mening. En als jij heel wat anders hebt qua mening, is er één hele goede manier om het op te lossen. Dan ga ik stemmen, dan ga jij stemmen en mogen de beste mening winnen. Start! Bindend referendum. Er moet een bindend referendum komen waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. Oh, daar ben ik het zo hard mee oneens. Het hele Oekraïne gebeuren en Brexit laten heel goed zien. Burgers hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. We hebben politici, die snappen er veel meer van. Die vertrouw ik toch iets meer met dat soort dingen dan het eigen volk. Sorry Nederlanders, ik vertrouw mezelf er ook niet mee. Hartstikke oneens. Vraag 2. Nu is het net een soort hele flauwe quiz, maar dat maakt niet uit. Vraag 2. Maatschappelijke dienstplicht. Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. Ik heb net even een beetje bij wat vinden partijen gekeken hoe het nou precies zit. En het komt erop neer dat je dan dus verplicht een bepaalde skill moet leren. En ik heb precies van nee, ben ik het niet mee eens. Anoniem solliciteren. Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. In principe, ik heb hier nooit echt over nagedacht, maar in principe is anoniem solliciteren wel eerlijk, want dan kies je oprecht de beste persoon en niet gewoon, hey, deze persoon heeft een hele rare buitenlandse achternaam, of is een vrouw. Nee, in principe ben ik het daarom eens, dat is wel eerlijk. Hey, eerlijkheid duurt het langst, zeggen ze wel eens. Groepsbelediging. Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. Nou ben ik aan de ene kant heel erg voor vrijheid van meningsuiting, maar op het moment dat een belediging strafbaar wordt, dan ga je wel heel ver volgens mij. Je mag best zeggen, hey, jij bent kut, zonder dat je daar de bak voor in moet. Alleen op het moment dat het strafbaar wordt, komt het echt wel dichtbij haatcrime. Dus ik vind in principe wel dat belediging op een bepaald niveau strafbaar moet kunnen zijn. Dus ik ben het daar oneens mee. De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. Nou, dat is natuurlijk, ja, nu is dan zeg maar de verkoop legaal, maar de teelt nog niet. Ja, maak dat ook gewoon legaal, daar verdien je veel geld mee. Doen ze in Amerika ook. Strak plan. Vervroegde vrijlating. De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. Nou, het ding is, hoe langer iemand in de gevangenis zit, hoe meer geld het kost. En ik heb zoiets van, ja, als iemand gewoon normaal kan doen, dat is het hele idee van vervroegde vrijlating. En ze weten zeker, hey, deze persoon gaat niet nog een keer iemand aanrijden omdat hij dronken is. Zij is ook zijn rijbewijs kwijt. Je kan iemand wel langer in de bak laten zitten. Van, ha, fuck jou, maar hij gaat het niet nog een keer doen. Hij heeft zijn lesje geleerd en het kost een hoop geld. Dus ze moeten de straf helemaal uitzitten. Oneens. Nummer 7. Vennootschapsbelasting. De belasting over de winst van ondernemingen, vennootschapsbelasting, moet omlaag. Nee hoor. Ja, vind ik het heel makkelijk om te zeggen. Ja, hey, ik ben geen onderneming die vennootschapsbelasting betaalt. Dus dan hou maar lekker hoog. Meer geld voor ons. Dat is een beetje vanuit jezelf denken. Maar, waarom zou de belasting omlaag moeten? Misschien in sommige dingen antwoord ik toch een beetje omdat ik niet volledig diep ingelezen ben op het probleem. Dat is weer het hele referendum ding all over again. Ik ben geen politicus. Misschien wist je dit al. Dikke expose. Belasting hoogste inkomens. De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. Dat doen ze in principe al heel erg. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat de kloof tussen arm en rijk wat kleiner wordt. Moeten ze nou echt nog meer belasting betalen? Ik denk dat het systeem nu al redelijk is. Dus dan geen van beide. Gewoon, ik laat het er een beetje tussenin.
tijdelijke arbeidscontracten. De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan 2 jaar. Voor mij is dit een probleem waar sommige mensen die dus heel veel van baan naar baan naar baan springen. Ja, als dat ze in de weg zit, dan moet dat gewoon kunnen. Hoppakee, bats, boom. De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. Oeh, dit is een gevoelige in Nederland hoor. Moet je op je 65 met pensioen kunnen? Of moet je nog even door? Nou, het ding is gewoon, er zijn gewoon steeds meer oudere mensen voor hoeveel jongere mensen er zijn. En als die oude mensen, zeg maar, geld willen hebben, is het ook gewoon belangrijk dat ze wat langer doorwerken. Vooral omdat je ook steeds ouder wordt gemiddeld. Dus in principe ben ik het hier niet mee eens. Sorry, oude mensen. Jullie moeten nog heel eventjes werken. Komt goed. Verzekering ZZP'ers. Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel. Verplicht. Het is aan de ene kant wel fijn. Mijn vader had ook zijn eigen bedrijf. Ja, als je dan een keer al je armen en benen verliest, dan heb je nogal een probleem natuurlijk. Maar het is ook een risico dat je zelf neemt. Dan is de vraag dus, moet je ze dat risico gaan opleggen? Van nee, fuck dat risico. Je betaalt gewoon een verzekering en dan ben je er van af. Ik ga denk deze vraag overslaan, omdat ik gewoon niet goed genoeg kan kiezen. En als ik dan maar gewoon, oh, doe ik die wel, dan word ik minder goed gekoppeld aan mijn partij. Dus ik sla deze vraag over. Leenstelsel studenten. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. Sowieso, 90% van de studenten die deze vraag krijgen, die zeggen gewoon helemaal mee eens, de basisbeurs moet terug. Ik ben een van de enige studenten die gewoon even niet voor zijn eigen bankrekening stemt. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat, we hebben momenteel een leenstelsel waar de overheid gewoon zegt, yo, wil jij studeren, krijg je voor ons een smak geld, over 20 jaar willen we het terug. En dat vind ik prima, als jij een studie studeert waarmee jij denkt, hey, ik kan hier later een baan mee krijgen, dan kun je dat makkelijk terugbetalen. Als jij een studie doet van, huh, gratis geld van de overheid, lol, ik ga Poolse literatuur studeren, huh, dan kan ik in één keer geen werk krijgen. Ja, maar de overheid geeft je dat geld, zodat jij je arbeidsproductiviteit kan verhogen. Dat is een beetje het hele idee van studeren en waarom de overheid wil dat je dat doet. In principe, zolang iedereen, of je nou rijke papi en mami hebt of niet, gewoon geld kan lenen en dat uiteindelijk weer terug kan betalen, heb ik in principe geen basisbeurs nodig. Dus ik ben het oneens. Vraag 13. Geldcultuur. Dat is een hele rare naam voor een vraag. Maar de vraag luidt, er moet meer geld naar kunst en cultuur. Nou vind ik kunst en cultuur wel prima, maar dat is toch gewoon marktwerking. Als een band heel goed is, dan gaan mensen naar je concert. En is dan van, oh ja, we hebben ook nog een soort theatervoorstelling waar eigenlijk niemand heen gaat, maar we willen niet dat ze verdwijnen, dus hier is heel veel geld. Zeg maar, aan de ene kant snap ik het wel, je wil kunst en zo een beetje houden, maar ik denk dat ons geld toch net iets beter besteed kan worden. Anders dan beginnen die kunstmensen zelf maar een soort kunstcollecte, dus ik ben het daarmee oneens. We hebben wel betere dingen te doen met ons geld dan rare theaterstukjes opvoeren. Hartstikke leuk, alleen doe dat dan lekker met je eigen geld, zeg maar. Hey, trigger warning, mijn mening. Islamitische immigranten, Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. Eens, nee. Hey, ik ben hier toevallig geboren, ik kwam toevallig hier uit mijn mami's koet hier rollen. Alleen het feit dat iemand anders dan, zeg maar, in Marokko, of ja, in dit geval dan, of Turkije, of wherever die islamitische immigranten allemaal vandaan komen. Het feit dat je niet hier uit je moeder scootie bent gerold, betekent niet dat je hier naar binnen mag. Dus kom lekker binnen, joh. Kom lekker chillen. In Nederland, opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven. Kinderpardon. Dat lijkt me wel zo fijn. Dat lijkt me echt skeren als je je hele leven opgroeit. En dan ja, rot maar op. Ben ik het hartstikke mee eens. Gezellig. Onderdak illegalen. De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. Nou is de vraag eigenlijk, waarom geven die gemeenten illegale vreemdelingen onderdak? Als de gemeente weet dat ze illegaal zijn en ze toch onderdak geven, heeft die gemeente daar vast een hele goede reden voor. Ik vind niet dat de regering dat moet verbieden. Ik vind dat die gemeenten dat lekker zelf doen. Als zij een heel fucking circus willen bouwen met illegalen, dan hebben ze daar vast een goede reden voor. Oneens. Hypotheekrente. De regeling van de aftrek van hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. Ja, ik weet niet echt. Ik weet dat het heel handig is en dat voor mij zorgt ervoor dat meer mensen een huis kopen. En de huizenmarkt is helemaal poep, dus ja, het is wel goed zo, joh. Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die ze betalen over huurwoningen, verhuursheffing, worden afgeschaft. Nee, joh. Hey, je gaat gewoon betalen, vriend. Gewoon betalen. Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. Nou ja. De vraag is even, waarom zouden ze niet kunnen uitbreiden momenteel? Zijn er gewoon mensen daaromheen die zeggen, oh nee,
allemaal vliegtuigen boven mijn huis. Dat is echt super kut. Want dat snap ik. Dat is echt super kut. Maar aan de andere kant is een grote luchthaven ook wel fijn. Kunnen we niet gewoon nog een luchthaven bouwen, jongens? Moeilijk. Ik hou wel van luchthavens. Op vakantie gaan. Dus in dat opzicht, eens. Maar de mensen die in de buurt wonen. Ah, kut. Maar die huizen zijn toch al niks waard, jongen. Met al die vliegtuigen. Dan ga ik daar lekker wonen. Gaat de huizenprijs daar nog meer omlaag. Ik ben het ermee eens. Bouwen Schiphol. Kilometerheffing. De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. Oeh, dat vind ik een goeie. Vind ik echt een interessant punt. Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ik denk dat als je de kilometers belast, dat je veel meer mensen denken, oh, ik ga lekker niet met de auto. Ik ga lekker met de fiets. Ik weet niet in hoeverre een kilometer zeg maar gaat kosten dan, maar... De vraag is ook, hoe ver neem je de zuinigheid van de auto mee? Als je iedere dag met een monster truck een kilometer rijdt, is dat natuurlijk voor het klimaat wel een stukje slechter dan wanneer je met een Tesla aan het rijden bent. Maar in principe vind ik niet het bezit van de auto. Want sommige mensen moeten ook wegenbelasting betalen. Terwijl je rijdt maar één keer per maand met dat kutding. Dan vind ik het veel redelijker om gewoon te zeggen, hey, als je veel rijdt betaal je meer belasting. En dan gebruik je de wegen ook weer meer. Ik ben het helemaal mee eens hier. Hotse flotse. Nieuwe wegen. Moet meer geld in de aanleg van nieuwe wegen. Nou heb ik momenteel niet eens een rijbewijs. Dus de makkelijkste persoon in mij zegt oneens. Gewoon puur om die reden. Ik heb er niks aan. Dat is wat de meeste Nederlanders stemmen. Wat wil ik heel graag. Ik kijk toch soms een klein beetje naar het grote probleem. En de vraag is vooral, hebben we momenteel nieuwe wegen nodig? Ze hebben hier laatst in de buurt een rotonde gebouwd. Kost gewoon zoveel geld. En dan, ja oké, de weg was al prima, maar nu is er de rotonde. Het is wel zo, als je alle stoplichten vervangt met rotondes, gaat het aantal verkeersongelukken heel erg omlaag. Maar ik heb niet het gevoel alsof er momenteel heel veel wegen zijn waarvan ik echt denk, ah, oh, die mis ik echt eventjes. Nee, het is prima zo, ja. Alle kolencentrales moeten voorlopig open blijven. Moeten ook echt. Van, oh, we willen eigenlijk zelf dicht. Nee! Nou ja, het liefst heb ik gewoon dat we één grote fucking kerncentrale bouwen. Maar er zijn vrij weinig partijen daarvoor. De PVV heeft geen mening over kernenergie. Dus hey, die kunnen misschien nog voor zijn. Maar de meeste partijen zijn heel erg tegen. Dat is jammer. Alle kolencentrales moeten open blijven. Nou, als we aan andere manieren in onze energie kunnen komen. Oneens. Vraag 23. BTW-tarief vlees. Voor vlees moet het hoge BTW-tarief van 21% gaan gelden. In principe, vlees heeft wel een hele hoge afdruk op het milieu. En als je daar dan wat meer BTW over gooit, dan kun je dat geld weer mooi terugstoppen in klimaatbestrijding. Alleen het probleem is dat Nederland stopt al dat geld in fucking windmolens. Ik vind 21% BTW prima, maar alsjeblieft, koop er geen fucking windmolens mee. Fuck jullie, alle windmolens kapot branden met kolencentrales. Maar ik ben het wel mee eens. Ik vind vlees heel lekker, ik eet graag vlees, maar eigenlijk moeten we wel minder vlees eten en dat op een bepaalde manier aansporen. En roken moeten we ook minder doen, dus vanaf nu roken we vleessigaretten. Ik heb het helemaal uitgedacht, ik ben het ermee eens. Voltooid leven. Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als jij op een gegeven moment 80 bent en je bent heel ziek aan het worden en je hebt zoiets van, hey, of niet ziek aan het worden, gewoon ja, ik vind het leven wel mooi geweest. Op het moment dat je een voltooid leven hebt en gewoon aan kan tonen dat je helemaal in je hoofd helemaal prima bent en gewoon je leventje gehad hebt. Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Euthanasie voor ouderen, dat het redelijk makkelijk moet kunnen. Zolang ze niet helemaal koekoek zijn en achteraf daar spijt van kunnen hebben. Eens. Afschaffing eigen risico. Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. Ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Landelijke zorgfonds. Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. Nou weet ik niet helemaal wat de voordelen zijn van een landelijk zorgfonds. Gewoon geef ons geld bij jou, geef een verzekering. In vergelijking met normale verzekeraars. Alhoewel, normale verzekeraars zijn wel heel erg aan het vechten. Ze moeten ook allemaal weer reclames op tv hebben. Dat kost ook weer geld. En een deel van je geld gaat ook gewoon naar reclames toe. En een deel naar winst. Als je gewoon de overheid het voor je laat doen, dan scheelt dat wel weer een hoop gezeik. Alleen al die zorgfondsen zijn wel weer een klein beetje anders. En het is ook wel weer fijn dat je een beetje marktwerking hebt en dat soort meuk. Ik denk wel dat we beter af zouden zijn als de overheid het gewoon voor je doet. En dat die dan meerdere opties aanbieden. Dus ik ben er wel voor een landelijk zorgfonds, ja. 27. Defensie ooit golven. De uitgaven voor Defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2% van het nationale inkomen. De NAVO-norm. Nee, what the fuck? Wanneer vecht Nederland ooit? Flikker gewoon het hele leger weg. En bouw daar gewoon weer van die fucking kut windmolens. Ik ben helemaal oneens. Er moet een Europees leger komen, jongens. Dat is wel oorlog allemaal. Nee joh, doe chill. Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. Het ding is een beetje, met mijn kijk naar ontwikkelingshulp, er gebeurt zo weinig.
Zeg maar, je hebt landen, zoals China, waar vroeger gewoon alles zo... mag geen chill land. En toen deed de space, lol, laten we even wat fixen. En toen, ja, nu zijn ze best wel een grootmacht aan het worden in de wereld. Maar er zijn ook andere landen, maar letterlijk, ik heb hier documentaire beelden van gezien. Sommige mensen gewoon zitten te wachten van, ja, wanneer komt UNICEF weer eten brengen? Oh ja, we hebben honger, want ze komen niet met eten. Weet je, ik heb toch het gevoel als op sommige landen... zoals we zijn dan weer bezig met, kindersterfte is een heel groot ding in Afrika. Dan gaan we er heel veel geld in stoppen. Alleen het probleem is dan dat die kinderen gaan niet dood en die krijgen dan weer nog meer kinderen. Dan wil ik niet zeggen, moord gewoon heel Afrika uit, hebben ze ook geen honger. Dat is niet de beste manier om het op te lossen. Alleen ik heb toch altijd een beetje het probleem dat ontwikkelingshulp gewoon een soort uitstel van executie is. En dan gewoon, oh, je hebt hier dan weer eten en dan kun je weer heel veel kinderen krijgen met ook aids. En ja, je snapt mijn punt misschien een beetje. Dan vind ik ook weer niet dat we geen geld moeten geven aan arme landen. Sommige dingen zoals medicijnen en dat soort dingen zijn ook alweer een beetje fijn. Alleen, ik laat het dan lekker op een geen van beide staan. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. Nee, dat is allemaal prima zo. Hoppakee. Oké, komt ie dan. Je mag hier kiezen extra belangrijke onderwerpen. Ik wil sowieso geen bindend referendum. Ik wil tilt- en verkoopgebied vind ik heel belangrijk. Natuurlijk. Wat vind ik nog meer echt belangrijk? Kilometerheffing vond ik een leuke. Deze dingen gaan dus extra meetellen zometeen. Voltooid leven. Ik vind ook zeker dat voltooid leven vind ik heel belangrijk. Wat zijn nog meer dingen waarvan ik echt denk, dit is belangrijk. Ja, ik vind hem zo wel goed. Ga verder. Welke partijen mogen allemaal meedoen? Alle partijen, jongen. Selecteer. Ja, prima zo. Resultaat. Ik heb een 70% overeenkomst met D66. Ben ik toch gewoon weer zo'n linkse rakker. Maar ook gewoon met PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren. Dat is een verrassing. En... toch nog redelijk dicht bij artikel 1. Nee, help mij! En de Piratenpartij. Piratenpartij is al het goeie. Ik denk oprecht, ik heb wel eens gekeken naar de politieke mening van de Piratenpartij. Als ze hun naam nou gewoon aanpassen naar iets wat niet Piratenpartij is, dat ze oprecht misschien een zetel scoren. Nee, ik ben tevreden met mijn score. Het is nog soort van redelijk wat ik had verwacht. Ik ben momenteel heel erg aan twijfelen tussen... D66 en GroenLinks, wat ik moet stemmen. En dan maak je zo'n stemwijze. En dan krijg je 70% tegenover 67%. Nee, yo, ja. Hey jongens. Hier schiet ik niks mee op. Nou, dit was mijn mening. Hopelijk ben je getriggerd door mijn politieke mening. Maak ook even een stemwijzertje. Ik heb maar 21% PVV. Dit gaat niet goed. Het land gaat naar de tering. Geert, unblock me op Twitter. Doei.